Ja, op dit schermpje zie je nu precies waar je bent. Er zit een kaart onder. En het pointertje, het driehoekje, dat is onze positie. We kunnen uitzoomen. Dan krijgen we wat meer informatie van de omgeving. Of we kunnen inzoomen. En dit is met een afstand van ongeveer 30 meter. Staan we nu vanaf een weg hier. Hoe die heet, kan ik op dit moment niet zien. Maar ik kan even bewegen. Als ik met het pijltje op ga staan. Dan krijg ik ook de naam. Nou, die weg heeft geen naam, gewoon rood. En dan gaan we even kijken. Oh, daar hebben we het pad van ongenoegen. Daar hebben we burgemeester Eekhofstraat. En op die manier kan je je positie bepalen. Op de volgende pagina hebben we de kompas, de richtingen, de snelheid. En als je een bepaald doel ingesteld hebt, de afstand tot de volgende. En dit is de hoogte. Hier laat hij zien hoe het hoogteverloop is wat we gefietst hebben. De maximale hoogte waar we op geweest zijn met de fiets is 1856 meter. En totaal hebben we 8571 hoogtemeters gemaakt. Dat wil zeggen, we zijn zoveel gestegen en gedaald. Dat telt hij allemaal bij elkaar op. En dit geeft een overzicht van het aantal satellieten wat hij op dit moment ontvangt. De pijltjes geven aan, of de balkjes geven aan hoe sterk ze zijn. En daar zie je waar ze aan het in de hemel zweven.